Is het comfort van een snoeischaar belangrijk? Dat is de vraag. Ja. En wat is het antwoord? Het antwoord is nee/ja en waarom? Snip, snip, testers. Commencez à bien vous étirer les mains vertes. Bah oui, aujourd'hui, on va tester des sécateurs. Wat zeggen ze altijd? Snoeien doet bloeien. Zeggen ze dat? Wel... Testen doet bemesten. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Oké, laat ons snoeien. Laat ons snoeien en misschien bemesten. Ja, dus vandaag hebben we het comfort van de verschillende snoeischaren getest. En daarvoor moesten wij een parcours doen, een getimed parcours, om ter snelste. Met een aantal challenges onderweg. Eigenlijk goed te doen, waren het niet dat er een super irritante scheidsrechter tussendoor liep die een foute vloot om af te doen. Oh, Jesus Christ! Snoeien moest gebeuren zoals het moet. Een schuin omhoog snijden, aan de knop, want snoeien is belangrijk voor onze planten. Juist is juist. Ik ga die rode pakken. Een takje neer. Oeh, amai. Like butter. C'est parti! Oui! Zeven. Oh, man, nummer zelf! 10. Mais rien du tout! Trop! Trop de quoi? Marcel. Marcel était infect. Un arbitre, mais vendu. Vendu, je ne sais pas. Il arrive, alors il a non. Tout le temps occupé à siffler, tout le temps. On n'a même pas le temps de couper trois branches qu'il est déjà occupé à siffler. Hop, ik heb een rode kaart gekregen. Ja. Oh, Marcel, verdorie. Allee, ik dacht echt, ik ben hier mega goed bezig. Maar het was blijkbaar nooit goed genoeg. Okay. Oh my, dat is een dikke. Ja! Yeah. Is hier. Graven. Oh, hier zit iets. Oké. Okay. Wow! Je coupe cette racine, mais là, qu'est-ce qui se passe? Le ressort fout le camp. Avantage, Laetitia. Hop là! Oké, okay, goed. Dat gaat echt keigoed eigenlijk. Dat is bon? Oké, prima. Ja, para! Ça coupe mieux les branches que les... Wouh! Heb je fait? Ik moet me meerdere erkennen in Simon opnieuw. Maar voor mij ligt het toch meer aan de scheidsrechter dan aan de schaar. Daar gaan we het op houden. Dus, Simon, zijn we overtuigd dat het comfort van een snoeischaar belangrijk is? C'est super important. On a besoin vraiment d'une bonne prise en main, facile à ouvrir. Le mien n'était pas facile à ouvrir. Yeah. Ça, c'était un peu dommage. Echt verschil, ja. Et alors, une fois que c'est cassé, fatalement, c'est plus confortable, ça tient plus la route. Ja, je moet toch een beetje kracht kunnen zetten op een snoeischaar. Ah oui. Dus iemand wat is ons verdikt? Oui. Ja, het comfort is belangrijk. Le confort est important. Pour le challenge d'aujourd'hui, on a dû tester des sécateurs et pour cela, du coup, on avait des paniers avec des branches et dans chaque panier, il fallait couper 5 branches avec le moins de tentatives possible. Et bien entendu, la petite difficulté, c'est que de panier en panier, les branches devenaient de plus en plus épaisses. Phyllis hield ons aantal pogingen bij. Wie het minst aantal pogingen had, was gewonnen. Oké, zet je er klaar voor? Absoluut. En ja, dat is 1, 2, 3. Oh, dat gaat snel. 5, 7, 8. Die zijn wat dikker, hè? 4. Ja. 5. Oké, goed bezig. Ja. Ik schrok ervan hoe snel en hoe vlot dat allemaal ging. Die eerste twee maanden was knip, knip, knip. Klaar. Woehoe! 1. Nu is de dikke. Twee. Ik wou spelen. Deze niet. Kom, zeg ik niet aan. Dat is de dikste. Eerste. Eén poging. Oh, dat gaat niet. Ja, je moet wel. Maar die derde band was echt heel moeilijk. Ik geraakte niet door die dikke takken. Kom maar, zeg. Pas op mijn broekje. Il y a des branches qui étaient peut-être parfois un petit peu plus épaisses, dont une pour laquelle tu as rassemblé toutes les forces de l'univers pour la couper. That's nice. Oh god. Yes. Mais à part ça, franchement, je dois dire que ça s'est bien passé.
18? Mm-hmm. Is dat possible? Oh, echt wel, die dikke. Sorry, hè, maar je hebt echt 4 keer of zo. Come on, je kan het. Je kan het niet. Ja, dus die gaat ook niet. Die laatste maand, ja, dat ging gewoon bij haar. Ik zag ze struggelen, dus ik dacht, ik ga het even overpakken. Oei, zie je dit nu wel? Maar het lukte namelijk bij mij ook niet. Dus dan heb ik de schaar van Jonathan gepakt om eens te gaan kijken of dat wel ging. Ja! Ja. Oh, mijn vinger heb ik aan. Zie je wel? En dat ging eigenlijk echt wel. 21? Maar ik denk eigenlijk... Dat ik verloren ben, zeker? Dat ik er nog wat moet bijtikken. Ah. Ik heb dat niet zo goed bijgehouden, ik was afgeleid. Et donc je gagne, je gagne, je gagne. Je hebt gewonnen, maar je schaar heeft gewonnen. Donc Chris, dis-moi, est-ce que tu penses après tout ça qu'il y a certains sécateurs qui sont plus efficaces que d'autres? Absoluut, Jonathan. Mijn snoeischaar was duidelijk veel, veel zwakker dan de jouwe om die dikke takken door te knippen. Hè? Ja. Dus ja, er zijn goede snoeischaren en er zijn er minder goede. Ouais, clairement, il y a des sécateurs qui sont plus efficaces que d'autres, et c'est comme ça.